Hallo iedereen, Brammers, ik zie jullie vandaag voor een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Syndicate. En ik heb goed nieuws, als we deze missie doen, krijgen we een elektrobom. Krijgen we dus een elektrobom, dus let's fucking go. Morgen nog één laatste examen, ik heb er eigenlijk echt geen zin meer in, maar ja, dan zijn we er alleszins vanaf. Ah ja, dat is die kerel die een uitvinder, ja. Het was eigenlijk wel te denken dat we die elektrobom van hem hier krijgen, maar ja. Experimenting, are we, Alec? Correct. And looking a bit frazzled. Nerves. Those great oaths Static keeps sending. Kerel doet mij aan iemand denken, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. Zeggen ze dan met een vinger op leggen? Ik weet het eigenlijk zelfs niet. Je weet wel wat ik bedoel. I've been working in something in case they get too insistent. It's meant to stun an assailant should the need arise. Are you certain that it works? Not as such. I've made three of them with varying degrees of acidity and whatnot. One must be the right formula. Ja, dus twee gaan er sukken. Speaking of Static. He is still transmitting false information. We could simply destroy his transmitters. His company is too well guarded. The bombs will help, but. Oké, dus twee bommen gaan sowieso falen. Dat gaan sowieso de eerste twee zijn. Dat is altijd in dat soort games. Oh, wait a minute. Looks like opportunity has come knocking. Oh dear, they never looked so angry before. Je kunt geen weten dat die boos zijn. Dat was ik weet niet hoe wazig door daaraan. Play a little linguistic game with them. Take the bombs and climb onto the roof. When I see the name of a fruit, toss one near the thugs. Right. What the fuck? Wait, ik zei ik had dat zo zelf mogen timen. Ja. Dat zou grappig zijn, dan ga ik sowieso falen. These into your boots and you will henceforth be immune to all voltaic discharge. I think. Hoop ik, ja, GG. Dat verklaart alleszins wel dat komt dat die immuun zijn voor die elektriciteit. Denk ik. Weet het dan nog altijd niet zeker, natuurlijk. Oké, dus ga naar het dak. Oké, maar dan moeten we wel langs hier naar buiten gaan, hè, niet? Ja, ze staan hier alleszins in, dus dat is goed. Er staan precies wel veel kisten in de buurt, check dat. Hier staat er alleszins in, we gaan die eerst eens openmaken. Oké, dacht dat dat niet ging lukken. Oké, die elektrobommen, mooi. Ah ja, er liggen hier gewoon elektrobommen overal. Oké, maar dat is chill. Oké, we zijn hier. Ah shit. Ja, fuck. Nailed it! Godverdomme, ik suk. Ja, oké, dat gaan we dus nog een keer proberen. Deze keer wel wat beter, hopelijk. We moeten dus zien dat we een bom kunnen smijten, maar we kunnen niet mikken. We gooien die sowieso onder ons, denk ik. Wacht, kunnen we die hier selecteren? Ja, zo. En zo kunnen we die wel smijten, maar kan dat ook als we hier zo staan? Ja, oké, dat gaat dus. Oké, dus zo moeten we dat hier doen. Dus wacht tot hij de naam zegt van een fruitsoort. Waarschijnlijk zou je nog onder fruit waarvan ik nog nooit heb gehoord. Ja, zien dat die kerel er wel niet in staat. Hoewel, hij zal ook wel van die schoenen hebben, zeker. Gebakken peren. Oké, is deze hier gelukt? Ik denk het niet eigenlijk. Of toch wel, toch wel. Ja, het is wel gelukt, maar we zijn aan het stikken. Ik dacht dat deze een elektrobom ging zijn. Deze klopt hier niet echt helemaal. Zo de knetter. Serieus? Wie zegt er dan in? Wat? Oké, we gaan eerst eens die kist opmaken. Want dat geluid dat die kist maakt is echt scheidirritant. Oké, dus we moeten meegaan met die kerels. Er zijn er echt wel veel te veel kisten in, maar ik kan allemaal voor zo'n dom lawaai. Hè. Een rotte appel. Oké. Dat was het, nee. Niet helemaal, denk ik. Merken die nu echt niks op of zo? Allee, ja, ik weet niet, er ligt plots zo'n bom voor hun die ontploft en in één keer is er die gas en elektriciteit. Ik weet niet, hè.
I fell. Oh, oh, those rascals throwing stink bombs again. It happens all the time around here. Het valt echt totaal niet op of zo, zo. Nee. Kom, we zijn door. Nog één laatste bom en deze moet het zijn, nou ja. Voilà, een derde stuk fruit. Wat gaat het nu zijn? Well, well. Let's see how far you get. One. Do you really think I would keep it here? Do you see a cable? A telegram without a cable is about as useful as a bell without a clapper. Dat is geen teken. Well, bless my boots. You're een pruim. A plum. Oké, okay, deze werkte wel dus. En voilà, dubbele moord, bitches. Voilà, ze. Easy shit. En we weten nu welke bom dat er werkt, dus dat is ook goed. Your mere presence gave me courage and resolve I never knew I had. I'm glad I could help. Now it's time to shut down Stark's empire of propaganda. Ja, oké. Okay. Moeten we die kerel dus volgen? Waar de fuck gaan wij naartoe? Dan gaan we die lijk niet gewoon... Zo laten liggen, oké. Okay. Whatever, mij maakt niet uit. Toedeloedoe. Volgen? Ja, ik volg, man. Beweeg dan. Bereik, oké, okay, we zijn hier. Waar gaan we naartoe? Bereik het telegraafstation. Dat is redelijk ver, eigenlijk. Allee, kom maar. Oh, ga fucking aan de kant. The sooner we can get there, the quicker we can act. Oké, okay, dus we moeten daar nu nog altijd inbreken, of wat? Kan trouwens geen... Ja, als ik zo'n tijd... Als ik zo geen tijd meer heb voor nog een andere missie te spelen, zou ik normaal gezien nogal zo kinderen bevrijden, of... een tempeliersvak gaan vermoorden, of zo. Maar zoals je hier nu kunt zien, op de kaart, op de kaart, op de kaart... Is dat ik eigenlijk elk gebied al gedaan heb. Ik heb gewoon dat eens een keer gedaan dat ik het aan was om voor mijn examen te leren. En ik dacht van, ik kan deze in Assassin's Creed. En ja, ik heb dat dus gedaan. Dus, ik heb mij bezig kunnen houden. Maar het examen is dus minder gegaan eigenlijk. Als bedrijfseconomie. Maar daar ben ik sowieso niet goed in. Ik denk dat ik gebaasd ben eigenlijk, man. Ja, op dat examen ging sowieso niet echt al te goed zijn. Hoe dan ook, we hebben toch deze al kunnen doen in Assassin's Creed. Maar dat zorgt er dus eigenlijk wel voor dat ik dat niet meer in mijn video's kan doen. Dus dat is misschien ook eigenlijk wel kut. Dan gaan mijn video's misschien iets langer zijn dan 20 minuten als ik echt zo missies moet blijven doen. Hoe dan ook, we zijn hier nu dus alleszins. Even uitstappen. Gaan wij mensen recruteren of niet? Elektrocuteer schurken met elektrobomen. Oké, okay, dan doen we dat. Hè. Hup. Oké, okay, easy shit. Rekt en rekt. Oké, okay, mooi. Wow, dat was een coole rol eigenlijk. Moeten wij naar binnen gaan? Bescherm Bel. Ja, dat hij dan naar hier komt, hè. Oké, okay, we zijn hier alleszins binnen. Naar waar moeten wij zelfs fucking gaan? Wat moet jij hebben, man? Bescherm, oké. Okay. Ja, je moet gewoon niet dat machine hebben. Ja, oké. Okay. Er komt hier wel wat volk af, precies, dus dat is minder. We gaan die vermoorden, hè. Dat komt allemaal goed. Voilà, zei wat dubbele moord, zo doen we dat hier. Oké, okay. Zeg maar niet dat dat was, hè, want dat zou eigenlijk wel stom zijn. We moeten hier oversteken, oké. Okay. Dan gaan wij hier oversteken. Kom aan, Bel, lopen, jongen. Rennen, rennen, rennen. Nu moet hij hier nog eens zo'n apparaat hebben. Oké. Okay. Moeten we hem terug verdedigen. Deze keer zijn het wel drie mensen, dus dat is minder. Wacht, dan kunnen wij ons hier zetten anders. En ze komen één per één, dat sukt. Oké, okay, dat zijn er al twee neer. Juist, de dier.
there as a dentist pulls a rotten tooth. Oké. Okay. Zijn nog één laatste ding dat hij hier moet doen? Goed man. Oké, okay, hoeveel zijn er nog? Nog maar drie, dat valt goed mee. Kunnen we wel allemaal aan, zeker. We gaan een bom gooien, denk ik. Volassen. Gaan we wel net iets gemakkelijker nog. Volassen. Easy. Oké, okay, is die in België al klaar eigenlijk? Blijkbaar wel. Oké, okay. Wat heeft dat nu eigenlijk gedaan? Thanks are once again in order for supporting what is most. Vrijheid van meningsuiting. Hoe de fuck heb je dat nu gekregen? Freedom. Plots. Waar gaat dat over? Your genius for the common good, Alec. However, I suggest you vacate your workshop. No need. Not now. You've given me sacks full of courage. And besides, what with my little devices. Die kerel gaat zijn eigen beschermen of zo. Dat wil ik zien. Zo is het dat we die ooit nog eens gaan moeten redden of zo. With a moment to spare. Do drop by. Ik ga wel al sinds onze elektrobommen. Ik ga niet klagen. En volassen, missie voltooid. Dat is gedaan. Redelijk wat XP gekregen, man. Serieus, dat is eigenlijk wel nice. En 5 elektrobommen, dat is mooi. Hoe dan ook, ik weet het. We zijn nog niet echt al te lang bezig. Maar ik denk eigenlijk dat ik het hier wel ga laten. We hebben wel nog juist een nieuwe vaardigheid dat we kunnen kopen of zo, denk ik toch? Of nee, we hebben 2 punten. En ik heb eigenlijk, zoals je kunt zien, zo goed als alles. En dat deze nog juist 4 is. Dus eigenlijk heb ik nog 16 punten in totaal nodig. En dan ben ik niveau 10. Dat zou wel cool zijn eigenlijk. We zijn nu niveau 9. Dat wil zeggen dat we eigenlijk bijna klaar zijn. Maar goed dan ook. Ik denk dat we het hier wel gaan afronden. Ik weet het is niet echt een al te lange video. Maar het is ook al redelijk laat. Ik moet nog een paar dingen doen. Ik moet nog voor mijn examen leren ook en zo. Dus ik denk dat het hier gaat laten. Ik weet niet hoe lang dat eigenlijk gaat zijn. Ik denk iets van een 10 minuten of zo ongeveer. Dus dat valt op zich wel nog goed mee. Dat is alleszins beter dan een video moeten kijken van een half uur lang of zo. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als dat zo is, vergeet dan zeker en vast niet deze video te liken. Mijn naam is Brommer6 en ik zie jullie graag volgende keer weer. Tot ziens!